Chris, wie wordt de kampioen? Feyenoord. Nee, het is statistisch helemaal bewezen. De jongens van Hypercube hebben 10.000 simulaties gedaan. En van alle mogelijke eindstanden. En wat gebeurt er? Wie komt er als winnaar boven? Feyenoord met 78 puntjes. Ajax 74. En onderin... Wie heeft dat gedaan, Chris? Hypercube. Hypercube, dat is een databureau. Okay. En onderin, Emmen eruit. Groningen eruit, Cambuur eruit. Dat scheelt zoveel kilometers reistijd. Geweldig. Zullen we het gewoon nu stoppen? Ook dan competitie platleggen? Kunnen we plat klaar. Ja. Feyenoord gaat de Champions League in. Het, is het wordt uitgezonden, Chris. Dat weet jij, hè? Het is wetenschappelijk bewezen. Ja. Ze zijn er dagen mee bezig geweest om dat allemaal uit te rekenen. Maar Chris, wat ik me afvraag, geloof je het zelf ook allemaal? Ik ga uit van de data. En de data, data ligt nooit. Nee. 78 puntjes. Nederland, of Feyenoord. Kampioen van Nederland. Champions League in volgend jaar. Hoppa. Ja, nou, ik hoop je, voor jou dat het allemaal uit gaat komen. Ik hoop het ook.